Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Hier gaat het ietsje beter, minder schoor. Maar wel nog een beetje verkouden. Testje gedaan, geen COVID. Ja, oh Jan, waarom doe je dan een testje? Ja, omdat ik dan als ik dan verkouden ben en ik steek dan mensen aan, dan vind ik dat toch lullig. Maar ik ben gewoon stront verkouden, dus ik geef ze gewoon een andere griep. Ik kan mij uitrotten. Moet ik het even goed doen. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Chips. Kijk nou, dat is leuk van Achmedje. In thema boerderijchips. Boerderijchips. Wat een gezeik, hè, met die boeren. Ja, ik zal je vertellen. Ik begrijp die mensen wel. Ja, ik begrijp die mensen wel. Deze overheid is stapelgek. Die hebben een probleem bedacht. Het stikstofprobleem is bedacht. Dat is niet goed uitgewerkt. Je boerderij in Duitsland die krijgt subsidie om uit te breiden. En een kilometer verderop in die in Nederland die moet stoppen. Vanwege de stikstof. In Europa, ja, tot we een stikstofcrisis bedenken in Nederland. En in de rest van Europa hebben ze die niet. Gaat toch helemaal nergens over. En daarbij, ze praten ook over stikstof, alsof het een soort verstikkende materialen zijn die zo naar beneden komen dwarrelen en waar je dan met z'n allen aan stikt. Het enige wat gebeurt is dat brakke grond, tenminste brakke grond, dat is, ik bedoel meer grond waar op dit moment niet zo heel veel op groeit, waar weinig vegetatie is, ja, daar groeien dan wel dingen. En dan zeggen ze, ja, maar dat is niet zoals wij het willen, want de natuur was vroeger hier op schraal. Dus dan hebben we geen zin dat er bramen groeien. Maar dat schralen, hè, bijvoorbeeld hè, dat veen, ja, dat zijn oude bomen en oude struiken van de tijd daarvoor. Dus dat hangt een beetje van af welke periode je dan neemt als basis. Neem je dan 1700 als basis of 1900 als basis of 1950 als basis? Dus het is allemaal een bureaucratisch gelul. En dan zeg je tegen die boeren, we gaan jullie uitkopen, rot maar op. We hoeven jullie bedrijven niet meer. Nou, wat gaan we dan eten dan? Ja, maar er wordt ook heel veel van die spullen worden geëxporteerd. 70% van het buitenland. Ja, weet je waarom? Daar verdienen we geld mee. Dat is goed voor de economie. Daar kunnen we al die andere hobby's mee financieren. Bijvoorbeeld de grenzen opensmijten, dat soort dingen. Weet je wel, die mensen moeten ook allemaal eten in huis en zo. Ja, ja. Ja, maar nee, het is echt helemaal niet goed dat het in Nederland gaat. Van de hele wereld komen er mensen kijken hoe wij van zo'n klein landje zo intensieve landbouw bijvoorbeeld kunnen hebben hier. Dat wij gewassen telen van hier tot Tokio. Hoe dat nou kan, omdat het ook zo duurzaam gebeurt. En we willen het hier allemaal sluiten. Het is namelijk stapelgek. Maar goed, het is godverdikke geen politiek kanaal, het is een reviewkanaal. In ieder geval, ik steun de boeren. Achmed ook, die stuurt boerderijchips. Ik mag toch leiden dat dat niet weer van een supermarkt is die dan denkt van, we gaan het leuk, hoe heet het dan, ambachtelijk doen, ambachtelijk. Dat hele streekgenoten bij de Albert Heijn. Is gewoon van de Albert Heijn. Godverdomme, ben ik gewoon ingestonken met mijn open ogen. Het is helemaal niet van die leuke boeren die erop staan. Het is gewoon van de Albert Heijn. Die knijpen diezelfde mensen ook weer af. Nou ja, goed. Waar wordt dit gemaakt? Want als dit van een supermarkt is, flikker ik het gelijk in de hoek. Hoekse hoeven. Bij de Hoekse hoeven wordt het gemaakt. Nou, een hoeven is een boerderij. Klaar. Ja, wat hebben we hier? Boerderijchips. Gewoon chips. Vegan. Zeezout. Ja, er staan allemaal tekens op wat het allemaal niet is. Dus het is niet van tarwe. Nou, dat wisten we al. Dat zal het wel glutenvrij betekenen. Geen suiker, denk ik dan. Suikerlontjes. Er zit ook geen melk in. En het is helemaal vegan. Ja. Een aardappel wat je bakt in zonnebloemolie. God, dat is vegan. Nou, helemaal top. Wat zit erin? Van twee aardappelboeren. Wij zijn Hoekse Waardse akkerbouwers. René de Zeeuw en Henk de Schelen. En we bakken sinds 2004 met veel plezier onze eigen chips. Nou, voor onze eigen aardappelen. Dagelijks verse bakken, duurzame teelt. Het zal mij worst wezen. Wat zit erin? Er staat gewoon een godverdikke. Waar zit... Oh ja. Aardappelen, zonnebloemolie, zout.
ook boerderijtje, paprika, aardappelen, zonnebloemolie, paprika, zout, ui, knoflook, peterselie, cayennepeper, laverswortel. De pleur is toch wel heel veel meer bij dan alleen maar paprika, maar voor onze bommen. Boerderij, ribbelchips. En dat is een beetje, dat vind ik eigenlijk een beetje vervelend. Want dat is natuurlijk gewoon precies hetzelfde. Dit alleen met een ribbeltje erin. Maar van onze bommen, we steunen de boer, we vreten het wel op ook. Nu heb ik menig chipje geproefd van Jans Reviews. En soms vind ik het niet te vreten, soms vind ik het super lekker. Voor het begin mag ik hopen dat dit een hard chipje is. Ik ben zachte chips zat. Ik hoop dan dat ik... En die... Snap je? Nou, gaan we beginnen bij de zeezout. God voor u. Nou, niet open te krijgen. Goed, hij is open. Wat valt ons op? Ze hebben de schilder aangelaten. Zie je, aan de zijkant zit de schilder in. Is het erg? Nee. Kaai aan de chips. Echt aan de chips. Hoor het? Je hoort ze kraken. Jezus. Nou. Met alle respect. Ik vroeg het net om keiharde chips. Maar ik denk niet dat iedereen hier blijven horen. Godverdikke hard. Ik hou van harde chips. Prima sausje heb je. Boer, hoe heet die gasten? Boer. René de Zeeuw en Henk de Schelen. Jullie zakken zijn nou eens open te krijgen. Ja. Is dan de ribbelchips anders dan de gewone zouten chips? Ja. Waarom? Er zit een ribbel in. Voor de rest is het ook alleen maar zout, maar... Jezus. De ribbelchips is nog harder dan de gewone zeezoutchips. Dan komt er de ribbel, moet je gesneden worden, avond is gewoon dikker. Je moet wel even echt serieus niet schrikken als je hem in je mond steekt. Want... Vergelijk met die van het chip die je in de supermarkt had. En deze keihard. Zijn ze lekker? Ja. Omdat ze zo keihard zijn, is het ook heel krokant. Had voor mij iets meer zout op gemogen. Schelen en die andere. Dan hebben we na de zeezout en de ribbelchips van de Hoekse Hoeve ook paprika boerderij. Ja, ik vind het raar dat het eigenlijk alleen maar boerderij heet. Want... Waarom heet het dan geen boerderij chips? Die kun je ook op een pak eieren zetten, toch? Nou ja. Hoe is de paprika? Zoals je ziet. Apeltjes met schil. Minder hard. Goede smaak. Ja. Beetje laf. Had wel even iets meer gemogen. Boertjes. Beetje laf. Nog iets meer kruiden op hoor. Tijd voor de cijfertjes. Voor de zwendel boven elkaar. Boerderijtje. De paprika boerderijtje. Daar had potverdomme heel veel van verwacht. Om helemaal dat er zoveel smaakdingen in zitten. Ja, er zit gewoon... Er zit niet zo heel veel smaak aan. Je proeft wat de paprika chips is. Maar mag voor mij wel even een beetje meer up. Die vind ik een beetje flauw. Even wat meer kruiden erop zo niet drukken. Ik krijg een 5. De ribbelchips is een lekker hard chippy. Die gezegd. Deze is bunker hard. Ja, wat me opvalt. Ze zijn niet zo heel erg met kruiden aan de weer. Kijk. Het is een keiharde ribbelchips en dat vind ik hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat er een schilletje omheen zit.
Ik vind het leuk dat gewoon aardappel is met gebakken met zout aan. Alleen, dit is een keiharde plank. Waar net iets meer zout op had gemoeten. Kan het eens. De lekkerste vind ik de zeezout van Boerderij Chips. Waarom? Die is gewoon wat zouter. En die is niet zo verschrikkelijk hard als die ribbel. Terwijl die wel hard is hoor. Maar deze is heel hard. En deze is gewoon lekker hard. Lekker man. Welke hard en zout is dit? Ik zeg maar een 7. Zoals mijn moeder altijd zei. Niet met volle mond praten. Maar ja. Ik kan wel wachten tot die leeg is. Maar dat duurt ook weer zo lang. Bedankt voor het kijken en tot snel. Dag. Hup boeren.